Dit filmpje gaat over de Bismarck en het... Dat is het grootste slagschip die in de Tweede Wereldoorlog van Duitsland is gevaren. Het is gebouwd in 1939. De bewapening was van de Bismarck 4 zware kanonnen en 6 lichtere kanonnen en een paar luchtafweers. En wat is er gebeurd met de Bismarck? Hij is gezonken in 1941. Waarom? Door de Ark Royal en zijn slagschepen. De Hemshoed werd op jacht gestuurd naar de Bismarck. En toen werd de Bismarck zwaar beschadigd, maar Hemshoed had hij eerder met de Prins Eugen vernietigd. Wie is de Hemshoed en wie is de Prins Eugen? De Prins Eugen is, die helpt het schip vooral. Dit is de Suffolk, dit is Hemshoed, dit is Ark Royal en dit is Bismarck. De Engelse schepen, zogenaamde Hemshoed, die waren Engelsen en Duitsers die vochten tegen hen. Waarom vochten de Engelsen en de Duitsers tegen elkaar? Dat was in de Tweede Wereldoorlog en toen vochten ze met elkaar. Nou, de Bismarck, die vaarde juist vanuit Duitsland of Frankrijk, juist over de zee. Tot in één keer de Hemshoed tevoorschijn kwam. En toen ging er het gevecht, was begonnen met de Bismarck. Toen raakte hij zwaar beschadigd, moest terugvaren naar Frankrijk. Maar toen kwam de Ark Royal tevoorschijn. Maar Bismarck was te ver weg om op Ark Royal te schieten. En daarom kon de Ark Royal wel zijn eigen zogenaamde Ferry Sword Dish op hem afsturen. Wat? Ferry Sword Dish. Wat is dat? Dat zijn oude bommenwerpers die dubbeldekkers waren en die schoten torpedo's af op de Bismarck. En is die daardoor gezonken, door die torpedo's? Ja, en door de slagkanonnen. En kijk, die Ferry Sword Dish, die vlogen dan bijvoorbeeld 3 eskaders, hè? Eentje die vloog zo, hier zo, via de achterkant. En de andere vloog door het midden. En de andere vloog voor. Dan wisten ze niet meer op welke ze moesten vuren. En schoten ze daar overal torpedo's. Oorlog, hè? Dat is eigenlijk helemaal niet leuk, dat de boten op elkaar schieten. Waarom wil je dan toch een spreekbeurt over houden? Omdat ik die boten zo mooi vind. Maar dat is zo mooi dan, dat ze kunnen schieten? Nee! Waarom vind jij het zo leuk om over deze boten te praten? Omdat ik ze wel mooi vind, vooral. En heb je die helemaal zelf gemaakt, die boten daarvoor liggen? Ja, je hebt secondenlijm. En daarmee, dat plakt heel snel dus vast.